Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de 3 van Grafie Wobiejug met 3 anekdotes uit mijn voetbalverleden probeer door deze coronacrisis te slijpen. Ik was gebleven in het jaar 2000, seizoen 2000-2001. Een absoluut dieptepuntje voor VVV in de historie. Jan Versleijen was de trainer van VVV op dat moment, de werde trainer. En Jan Versleijen was een hele goede veldtrainer, hele afwisselende trainingen, maar een verschrikkelijk slechte people's manager. En hij kwam een half over de training en dan was het vooral interessant voor hem toen om de AEX en de Dow Jones even te checken of zijn beleggingen het goed deden. En dan ging er zich eens om VVV bekommeren. En op het moment dat wij gedoucht waren na de trainingen was de vogel al gevlogen. Dus ik had al heel snel in de gaten dat zich een rampseizoen aan het aftekenen was. Want ook financieel kost VVV niet veel toen. Dus kwalitatief waren we er niet beter op geworden. En alles ging nog een beetje minder. En na een aantal wedstrijden kwam Versleijen naar me toe om me te vertellen, een wedstrijd of 7, 8, wie belangrijk ik voor de ploeg was. En hij ging me aanvulder maken. En precies 1 week later kwam er naar me toe en zei: Maurice, ik heb een nieuwe spits. Speels niet meer. Zo gaat Flix zijn beste natuurlijk de speler. En dat was ik helemaal kloor. En ik reageerde naar boeten toe. Zeer professioneel. Dat had ik inmiddels wel geleerd. Dat ze niet altijd het achterste van die tijd moest laten zijn. Of die gedachtes. Ik zeg: binnen 3 weken zorg ik dat ik er weer stoon. En er niet om me her geit. Dat was de boodschap naar boeten toe. Naar binnen toe, ik geloof dat ik hem verrot gescholden heb in dat tijd, maar ik sting reserve en dan moest ik het met doen. Ik ging trainen wie een gek, dus dat had er wel bereikt. Ik trainde scherper dan ooit. En omdat we heel veel verloren, moest ik ook heel veel als spits inzetten. En het gebeurde 3 wedstrijden op rij. 3 wedstrijden waar ik een half uur tot 20 minuten speeltijd kreeg, dat ik wel 3 wedstrijden op rij scoorde. En nog geen basisplaats voor Grafie. En dat ging mensen toch wel bevreemden. Ik kreeg steun uit onverwachte hoek. De media, Dagblad de Limburger. Die niet kosten begrepen dat ik niet speelde. De medespelers, dat was al vanaf het begin. Die hadden zoiets, wat hij de trainer noemt. En ik kreeg ook, en dat was wel heel leuk. Ik viel in. 20 minuten tegen Excelsior, ik scoorde. We verloren, maar Herman Theeuwen, de Herman Theeuwen, der bepaalde wie man of the match was. Maurice Graaf. Wedstrijd erna, tegen een halve met, man of the match, Maurice Graaf. Dus Jan Versleijen had dat heel snel afgeschaft, dat man of the match, want hij wist dat hij zich er zelf met in de vingers sneed. Maar Herman Theeuwen, ja, dat is het boegbeeld van VV. Voor degenen die niet weten wie Herman Theeuwen is. Beter bekend als de mens bij VVV, die speelde in de spits. Maar in de bekerfinale die VVV gehaald heeft in 1959 tegen ADO, sting Herman in de spits. Maar ze kregen een penalty tegen en Herman had de trui van de keeper, die hem tot aan de navel kwam aangetrokken, had de penalty gekiept en gestopt om vervolgens dat truitje weer uit te doen. En later zelf aan de andere kantje scoren en ze wonnen met 4-1. Dat is nog steeds eigenlijk de mooiste prijs die VVV ooit gewonnen heeft, KNVB-beker in 1959, met Herman Theeuwen. En Herman koos het volk als geen een andere op jennen. En Herman had een hele zware stem. En ik weet nog, Herman heeft me gescout wie ik nog bij haar voetbalde. En als ik Herman aan het oude horen was, zei hij er altijd: jong, ben maar blij dat ik dich uit die bossen van haar heb weggehold. En dat was wel mooi, want in die tijd hadden al die scouts, ook Herman, die hadden zo'n lange regenjas aan. Die waren van 3 kilometer ver waren die te zien dat die naar de wedstrijd aan het kijken waren. En wij speelden met haar in de A, speelde ik tegen Biertje. En ik was 14 of 15 jaar, 14. En zei je met gezag, dan kom je in de scout. En ik, ja, dat ken ze iedereen langs de kantjes. Ik zocht, dat is er nog niet, ik ga er alleen in liggen. En op een gegeven moment kwam Herman door staan. En ik mocht weer een goal en in het juichje liep ik langs Herman Theeuwen.
Die zegt, het is te laat, ik heb er alleen in liggen. En Herman heeft me later gezegd, dat was voor mij al duidelijk, dat moet ik hebben, zo'n bluffkoning. En Herman heb ik altijd contact met gehouden. En uiteindelijk, na zijn overlijden, ben ik samen met een aantal andere mensen binnen VVV ervoor verantwoordelijk geweest dat er ook jaarlijks een Herman Theeuwe Memorial wedstrijd komt. En die nog steeds is. En ja, ik moet zeggen, daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje trots op. En ik denk dat heel VVV trots moet zijn op de speler Herman Theeuwe. Maar goed, Herman de Holp mij in dat geval dus ook. Dus dat was dan nog positief dat een aantal partijen het voor mij opnamen. En wat ook leuk was, dat seizoen word ik met mijn doelpunt tegen Excelsior, dus als wat ik nog naar de verhaders invallen, word ik ook degene die de meeste officiële doelpunten voor VVV had gescoord. Ik was al topscorer aller tijden competitie. Maar door die goal tegen Excelsior had ik ook de meeste competitiebeker officiële wedstrijden bij elkaar. En nou ja, ik ben altijd wel in voor een geintje. Dus ik heb sponsor AS Creation uit Zwamen erbij betrokken om een zeer opgewaardeerde offerte, factuur te sturen naar Frans Nijssen voor een standbeeld van Maurice Graaf. En dan moest ik voorstellen dat op een gegeven moment bij Frans Nijssen, manager, op het bord komt. En dan ga ik met hem gevoegeld. Of op het bord, op het bureau komt van, zo, dit is de factuur voor het standbeeld van Graaf. Die ontplofte. Zocht er later ook de humor wel van in. Maar ach ja, dat vond ik dan ook wel leuk. Blijven we in dat seizoen, gaan we naar anekdote 2. We kregen in januari 2001 de kans omdat Roda afgezag hij om Roda te vervangen voor een voetbaltoernooi in Cairo in de winterstop. Egypte. En ja, dat vonden wij voor VVV. We hadden als enige buitenlandse ervaring bij VVV een tank in Kaldekirche. Dus naar Cairo gewoon. Daar stingen we wel echt op te wachten. Maar we waren gewaarschuwd. Het onderkomen waar Roda had gezeten en waar wij nu kwamen te zitten was een militair hotel. Daar liepen de kakkerlakken nog door de douche, slaapkamers. En het eten was er echt niet binnen te gooien. Echt. De flesjes water, daar huurden ze niet, dat klikte, dus dat kwam uit de kraan. En als ze dat gingen drinken, dan waren ze sowieso al helemaal ziek. En het avondeten hadden we ook al gezien, dat gaan we dus niet hier in dat hotel pakken. Wat deden we? We gingen voor het avondeten netjes zitten allemaal, een hele spelersgroep. Neem eens ooit wat. En onze elftalleider had je vervoerd en zei, wat zit jij voor winden, jongen? Ma, wat zit jij voor wind? Dit is goed eten. Dat heeft er precies einde dag gezag, want de rest van de week had er boekgriep, was er ziek. Wat deden wij? We stapten naar het eten, wat we dus niet hadden gehad, stapten we met z'n allen in taxis. Dat kostte toch in de drol. En dan gingen we naar het Hilton Hotel in Cairo en daar had ze voor 12 euro toen, of 12 euro. Ik geloof 2001 is dat nog de gulden, ik weet het niet. Maar had ze dus een fantastische warme maaltijd met daarna nog een muzikaal intermezzo door in de bar van onze assistent-trainer Ilko Schattery, onbetaalbaar. Dus dat was veel leuker dan dat. En hij vervolgde en loog dus de hele week ziek in bed. Ik had het over de taxi. Moest ik voorstellen, een taxi op een veerbaansweg, hoe 6 rijen dikte auto's rijden, met en zonder licht, paard en wagen ertussendoor, en dan proberen ook nog mensen over te steken. Het is een beetje een Russisch roulette wat er gespeeld werd. En dan zitten we in, ik zat altijd met Bas Jacobs vaak in de, trok ik op. Ze zijn zo bij mij in de taxi en er was ook nog de chauffeur op het nijen. Do you know Michael Schumacher? Gas geven! Ik zeg, Bas, doe rustig man, het is niet al levensgevaarlijk. Maar dus alleen die taxirit was gewoon al een ervaring op zich. Ja, patatas, fritas, bier, ontbijt. ik ben voorstander van patatas, fritas soms. Maar bier, ontbijt, koude patatas, fritas? Nope, gaat hem niet weren. Ik had er overigens, gingen we ook de piramide van Gizeh gingen we door bekijken. Ja, dat is iets wat ik schitterend vind. En ik had er de fotograaf van Dagblad de Limburger toen, Peter Scholz, die was met en daar hadden we een fotoshoot, Edwin Linssen en ik, voor de piramide. En Peter Scholz zegt, Maurice,
is misschien wel leuk als we dat op de kameel doen. Nee, ik had dat nooit om in de kameel gezeten. Samen met Edwin op de kameel. Lijkt me chic. Dus er liepen allemaal van die handelieren rond met een kameel. Dus ik zeg tegen zo'n man, quanta costa, what price is it for the camel? No, 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 no. You are my friend. It's for free. Ik zeg, no, ik zeg, what price? You are my friend. It's for free. Zo heb ik dat drie keer gevraagd. Dat drie keer gezegd, it's for free. Dus ik zeg tegen Peter, ik zeg, het is gratis. Ik zeg, we geven hem dadelijk wel een tientje voor je. Dus Edwin en ik gewoon op de poseren op de kameel. Schitterende foto, zoals gezien. We stappen van de kameel af. Ik zeg, hier heb ze een tientje voor de meute. No, 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 no. I need $100. Kom, wat? En dit moet zeggen, $100. Wat is weer dood normaal? De hoofdjes niks, maar zijn vriend erbij. Nou, ik win het wie snel. Ik in de bus. Gelukkig hadden we de spelersbus. Ik zat wie snel in de spelersbus. Peter Scholz, de fotograaf, heeft volgens mij dan nog een tientje bier gedaan. Of zoiets om het brandje te blussen. Maar schitterend vooral ook daar weer. You are my friend. It's for free. Mm-hmm. Dat is niks voor free. Dat kan ik je al vertellen. Het seizoen. Dat hobbelde naar de winterstop voort en ik speelde nog steeds niet in de basis. En eigenlijk had ik het helemaal gehad met Jan Versleijen als trainer. En dat uitte zich in een paar wedstrijden. Om te beginnen, ADO Den Haag uit. Binnen 3 minuten voetballen stingen we met 2-0 achter. Dus, en dan had ze dus de bank en ik zit op de bank en ik gewoon ga naar voren. Zeg, trainer! Zal ik maar gaan warmlopen? We hadden niet gewaardeerd die opmerking, maar uiteindelijk, bij een 2-eindstand, kwam ik toch kwartier voor tijd kwam ik erin. Tenminste, ik zing klaar om in te vallen. En de bal gaat uit, dus ik wil het veld in, voor die bordjes die omhoog. Nee, zet Versleijen, wacht even. Dus ik denk, man, ik ben klaar, dus je wilt ze me laten invallen. En nu zegt ze, wacht even, we staan achter, we wachten erop. Nou, ik zeg, oké, dus ik ga niet terug in de dugout van VVV. Ik ging in de dugout van ADO Den Haag even plaats nemen. Ik zeg, jongens, en dan zat Raymond Attenveld, waar ik met gevoetbald had, bij Rode JC als assistenttrainer. Ik zeg, jongens, ik zeg heel even een, want ik ga niet bij die gek in de dugout zitten. Ik zeg, even een mop. Dus ik vertelde daar een mop. Die was precies klaar wie de bal weer uit ging. Dus die jongen loer. Ik zeg, nou moet ik even het veld in. Ik moet even de gelijkmaker maken. En serieus, Versleijen zei tegen mij, jij gaat rechts buiten voetballen. Dus Bernard Hofstede, de rechtsboete, die ging eruit. En ik moest rechtsboeten. Ik zeg, trainer, doen we. Ik loop het veld in. Ik zeg tegen onze spits, dus van mij speelde eigenlijk. Ik zeg, Shima, jij moet rechts buiten. Ik ga in de spits. Rebig over het hele veld. Citra. Een minuut later mocht ik de gelijkmaker. 2-2. Trainer had er nooit wat over gezag. En de jongens van ADO Den Haag van de bank, die komen naar de wedstrijd toe. Wat ben jij een gek? Die mop vertellen, dan zeggen dat je even de gelijkmaker gaat scoren. En 5 minuten later hangt hij erin. Ik zeg, ja, soms heb je geluk. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar dat veranderde het standpunt niet dat ik reserve sting. En we spelen een week of twee later spelen we uit bij Helmond Sport in noodweer spelen we ook een dramatische wedstrijd. Ik zit dus weer op de bank. Het komt er met bakken uit. Het waait. Het is echt verschrikkelijk weer. Wij stonden met 3-0 achter. Nog een oer voetballen. En we komen amper over de middenlijn. Dus ik had zoiets. Ja, laat vandaag maar zitten. Daar valt geen eer te behalen. Vandaag. Zet Versleijen half over tijd. Warmlopen. Ik warmlopen. 10 minuten later. Kom maar, erin. En ik voelde me, ja, ik denk, dat duidt er alleen maar om hier een beetje voor joker te zitten. Steeds met 3-0 achter. Komt ze niet over de middeling. Stromende regen, wind. Ik denk, oké. Dus ik gewoon het veld in en ik beperk me echt tot aanvallen. Want ik denk, als ze mee erin zit, dan zit ze me niet erin om te verdedigen op dat moment. Dus ik beperk me tot aanvallen. We verliezen de wedstrijd uiteindelijk met 4-0. En de dag erna in de nabespreking. Loog. Het verlies aan Maurice Graaf, volgens Jan Versleijen. En dat is de eerste keer dat ik in de groep, hoe eerder een B was, echt mijn gal spuwde. Ik zeg, loser trainer, als stichting vriendje eerst een keer opzet,
En dat ze niet wil winnen, want als ze wil winnen, stelt ze de beste op. En dicht stelt zijn vriendje eerder keer op. En kom dan de dag erna mij de schuld geven van het verlies. Zeg dan best aan het verkeerde adres. Ik zeg, tegen wil gewoon niet winnen. Ik zeg, en laat me met rust met die gezeven. En dat dreigde helemaal te escaleren. En ik kom de dag erna op de training. Zet er hier maar eens oranje hesje. En oranje hesje betekent de basisspeler. Ik zo trainer, zeg standig in de basis. Hij zei niks. En zaterdags was het Heracles Toes. Maurice Graaf in de basis. En ik was gebrand om even te laten zien dat ik daar ook recht op had op die basisplaats. Dat ik daar huurde te spelen. En we winnen de wedstrijd met 4-2. Ik maak 2 goals, 1 assist. Ik speelde mijn beste wedstrijd zijn hele lange tijd. Maar ik raak 10 minuten voor tijd geblesseerd aan mijn knie. Einde seizoen. Dus ja, de krantenkop zint je. Maar het was helaas ook gelijk mijn laatste wedstrijd. Het was ook pech voor Jan Versleijen, want hij was het jaar daarvoor laatste geworden met Top Os in de eerste divisie. En wij worden, en ik schaam me er nog steeds voor, wij worden laatste met VVV in de eerste divisie. En ja, en als ze laatste werd, had dat één voordeel. Dan kunnen ze de jaren nog alleen maar beter doen. En daar kom ik volgende week op terug. Ik hoop dat je weer een beetje genoten hebt. Blijf gezond, tot volgende week. Hoi.